Toen ons vader gestorven is, mochten alle broers en zussen dat uit zijn patrimonium kiezen. En dit schilderij heb ik in mijn jeugd altijd tegen de muur zien hangen. En ja, dat was dus voor mij de eerste keus. Ik herinner me nog als kleine jongen dat ons vader mij altijd meenam naar de bouwwerven. Hij was architect. En een van de keren ben ik met mijn vader meegegaan naar hetgeen achteraf het atelier van Jan Koks bleek te zijn. En ik weet niet of de deal toen tot stand gekomen is, maar blijkbaar had Jan Koks problemen om het ereloon te betalen van het werk dat ons vader gepresteerd had. En ik herinner me nog, als kleine jongen, dat ik thuis kwam en dat vader vertelde dat ja, hij een deal gesloten had met Jan Koks en dat dit dus de deal moest bezegelen. Ja, en dat ons moeder er eigenlijk absoluut niet mee kon lachen. We waren met 7 thuis, ik was de jongste. En ja, zij zag dus liever wat anders dan kunst aan de muur. Ik heb het werk altijd bij ons aan de muur weten hangen. Maar ik kan het voor de rest niet uitbrengen. Ik kan niet zeggen waar dit geschilderd is, wat het voorstelt. Maar het, ja, het is een stuk van mijn jeugd. Het is een stuk van hetgeen ik meegemaakt heb. Ik herinner mij hoe toen een jaar of 5 geweest zijn, zeker niet meer. Jan Koks in het atelier. Dat was een vrij donker, herinner ik mij nog. En ik vond eigenlijk alles met elkaar een beetje een spooky verhaal zo. Ik voelde me daar niet echt 100% op mijn gemak. Maar ik herinner mij ook ceramiek. Ik denk dat die wel op een oven had staan. Maar voor de rest kan ik er eigenlijk niet veel over vertellen. En hebt u een herinnering aan de man zelf? Aan Jan Koks zelf? Hetgeen ik mij er herinner is van een vrij ruig figuur. Baard, vrij lang haar, denk ik. Had toen, hij had later een hippie kunnen zijn, denk ik. Echte kunstenaar. Maar voor de rest kan ik mij daar eigenlijk geen. Ik was toen, ik zeg, ik was toen een jaar of 5. Dus ik kan daar niet veel over vertellen.